Voor Saba zien we dat er in totaal 1400 bezoekers zijn gekomen in het vierde kwartaal van 2021. En dit is een stijging van 9% in vergelijking van het derde kwartaal van 2021. Maar we zien dat die bezoekers nog niet het niveau hebben bereikt van 2019. Dus we zitten nog op ongeveer 60%. Dus dat moet nog komen. En voor Sint Eustatius, dan zien we dat het aantal bezoekers in het vierde kwartaal 1200 bedroeg. En dit is maar 45% van dezelfde periode in 2019. Dus we zien dat de bezoekers op die eilanden, dat moet nog groeien om op de niveaus te komen van 2019. Natuurlijk hebben jullie ook cijfers van mensen die aankomen met cruiseschepen en zo. Wat kunt u ons hiervan vertellen? Oké, dus we weten dat in maart van 2020 de cruise-toerisme helemaal op stilstand is gekomen. En pas in september van 2021 is dat weer, zijn weer cruiseschepen gekomen op de eilanden. Als we vergelijken november en december van 2019 met 2021, zien we dat in 2019 was er sprake van 52.000 bezoekers in november en 68.000 in december in 2019. Als we kijken in 2021, zien we in diezelfde periode hebben we het over 18.000 en 35.000. Dus je ziet dat, dat die aantallen minder zijn dan daarvoor. Maar we weten ook dat de cruiseschepen minder bezetting, ook hun eigen maatregelen treffen. Maar je ziet wel een stijging in december in vergelijking met november. Saba en Stacia, die hebben een soort ferry. Hebben jullie cijfers ervan? Ja, we zijn recentelijk begonnen om de cijfers te analyseren van de ferry tussen Saba en Stacia. En dat kan je zien op opendata.cbs.nl. Ik denk dat als wij bijzondere ontwikkelingen zien, dat we daar ook erover gaan publiceren. Meer informatie is beschikbaar, zoals ik net zei, op onze stadlijn, onze online databank op opendata.cbs.nl. Wij hebben ook onze dossierpagina met nieuwsberichten op cbs.nl/Caribisch Nederland. En als iemand een specifieke vraag heeft, dan kunnen ze ook altijd bellen op 717-8676 of een e-mail sturen naar caribischnederland@cbs.nl. We hebben ook onze Facebookpagina waar we vaak op publiceren en dat is Statistics Caribbean Netherlands.